We staan de RAM hier van de Traction Gym en vandaag gaan we het hebben over date ideeën. Dus ik denk dat jij deze video kijkt met name om een van deze drie redenen. Ten eerste, je bent geabonneerd. Doe dat ook meteen als je dat niet bent. En daardoor kijk je dit. Nou, fucking leuk hier te zien. Welkom terug. Tof. Reden 2 is, jij hebt al succes met vrouwen. Steeds meer succes met vrouwen. Zelfs veel van onze volgers. En dan krijg je best wel vaak die gewone drankje doen, date. Dat wordt een beetje saai, dus je zit te zoeken naar inspiratie. Te gek al dat succes en ik ga je hiermee helpen. En reden 3, die is een beetje sneaky, dus ik wil je hier gelijk behoeden van een grote valkuil. Reden 3 is namelijk dat jij een speciaal, mooi, fantastisch meisje in jouw leven hebt. En je wil haar even goed onder de indruk krijgen. Nou, ik ga je ideeën geven die haar onder de indruk krijgen, maar ik wil dat je oplet, want er is een beetje een balans die je hier wil behouden. Voorbeeld, ik kreeg een keer een mail van een gast en die zei, ja, op eerste date gaan wij indoor skydiven. Leuk date idee, up, meteen date idee 1. Leuk voor een derde of vierde date, maar niet als eerste date. Het is namelijk te veel investering. Daarom heb ik voor jou in deze video, aan het eind van iedere date, de reviewkaart. En daarin zie je precies hoe origineel is de date, wat is de investering, tijd, moeite, geld, energie. En wat is de hartslagmeter? De hartslagmeter, nou, ik ga meteen door naar een pro-tip. Dit is namelijk wel even belangrijk om in je oren te knopen. Het volgende, dit gaat je heel erg helpen. En je weet vast wel van, oké, je moet geen saaie dates hebben. Oh, wat een verrassing, geen saaie dates. Dat wist je wel. Maar hoe schadelijk een saaie date is, dat wist je misschien nog niet. Voorbeeld hiervan, er is een keer een onderzoek geweest waarbij de slachtoffers werden gevraagd, hey, vul even deze survey in. En aan het eind van de survey, dan zei de onderzoekleidster, aantrekkelijke vrouw, die zei van, hey, als je nog vragen hebt over het onderzoek, is hier mijn nummer, dan kun je me erover terugbellen. Wat gebeurde er dan vervolgens? Eigenlijk ging het helemaal niet om die survey, namelijk de labratjes werden alleen maar gecheckt wie gaat wel en niet die vrouw terugbellen. Die survey werd ingevuld op een hele saaie, veilige, normale brug, maar ook op een wiebelige, wankelige, wallige, ik heb geen woorden met een W meer, gevaarlijke brug. Ja? En wat heel interessant is, is dat mensen, juist die op de wankelige brug, de gevaarlijke brug, zij waren veel meer geneigd om dat nummer te bellen van de aantrekkelijke onderzoeksleidster. Dus, wat bewijst dit? Nou, de theorie hierachter is wat ze noemen de misattributie van opwinding. Dus dat jij angst aanziet voor aantrekkingskracht. En dat is een theorie en die zou heel goed kunnen kloppen. Maar wat zeker is, is dat een stukje risico, een verhoogde hartslag, dat actie bevordert. En actie, dat is wat jij wil. Meer actie zometeen op WhatsApp, actie in vervolgdates, actie in jouw bed. Daarom dus de hartslagmeter. Nu zie je meteen voor date idee 1, indoor skydiven. Heel veel investering, wel origineel en een vrij hoge hartslagmeter. Vaak zijn de date ideeën met een hoge hartslagmeter niet super geschikt als eerste date, maar soms wel. Zoals bij date idee 3. Dat ga je zo meteen zien. Oké, date idee 2. En dat is drankjes doen. Ja, dat heb je vast nooit eerder gedaan, vast nooit eerder van gehoord. Nee, geintje, dit is wel de 2.0 versie. Er is namelijk een goede en foute manier om drankjes te doen. De foute manier is wanneer jij gewoon naar een standaard bruine kroeg gaat en daar zit je dan je drankje te drinken. Oké, zit je daar tegenover elkaar, zoals iedereen dat doet. Niet het beste idee. En overigens, ik ben helemaal niet tegen drankjes doen. Veel datingcoaches zeggen dat moet je niet doen, want iedereen doet dat. Maar kijk, als iedereen iets doet, dan wil je wel nadenken, is dit inderdaad slim of is dit gewoon massahypnose en gewoon dom schapengedrag? Dat is wel zo. Maar sommige dingen doet iedereen omdat het ook gewoon logisch is. Ik ben heel blij dat mensen gewoon hun uitwerpselen door de wc spoelen en dat ook gewoon blijven doen, ondanks dat iedereen het doet. Oh, iedereen doet het, dus wat ik doe is ik knal het altijd met een badminton racket zo poef. Naar buiten, door het kleine toiletraampje toe. En dan hoor ik de buurman schreeuwen. Mooi beeldend voorbeeld, alsjeblieft. Poëtisch. Kijk, dus drankjes doen is prima, maar dit kun je op een betere manier doen. En dat is niet naar een bruine kroeg gaan, maar haar jouw wereld innemen. Dat is wat je wil doen. In Amsterdam heb ik Koffie en Coconuts. Dat is een heel relaxed tent. Daar ga ik dan vaak heen. Hier zie je me daar zitten. 2 jaar terug, denk ik, met mijn Amerikaanse vriendinnetje. Allemaal banken waar je kan neerploffen. Een hele relaxed menukaart. Top tent. Hier in Medellin heb ik juist een bar met een ballenbak erin. Ook weer super grappig. Heel speels. Dan duw je haar de ballenbak in. Zoen je haar daar. Kun je je ballen even in haar gezicht smijten. Dat soort dingen. Dus neem haar mee jouw wereld in. Oké, date idee 3.
Want dit is eentje om die hartslagmeter meteen even een flinke boost te geven, weet je? Alsof je, hoe noem je die dingen? Alsof je haar zo'n schok geeft om haar te revalideren. Revalideer je date met date idee 3. Given, well, Saturday. So I can be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Date idee 3. Je haalt haar op in het dorpsplein van jouw stad. En wat je dan doet, je hebt een rugzak bij je. En zij hoort daar allemaal geschut en gehossel in. En wat zijn het? Zijn het Lego stenen? Wat is het nou? Dan zit je met haar in het café. Drink je wat, dan drink je een tweede drankje en na twee drankjes doe je dit. In één keer pak je je rugzak en je begint daar op jullie tafeltje begin je een grote Jenga-toren te bouwen. Fucking awesome. Ik bedoel, het is best wel spannend. Het is natuurlijk een stukje, ja, publieke vernedering is een groot woord, maar het is wel een beetje sociaal awkward misschien als je de toren neerflikkert op jullie tafeltje. Maar dat is natuurlijk de grap juist en dat is juist het leuke hieraan. Het verhoogt meteen de hartslag. En pro tip, wie verliest, die moet trakteren op een shotje. Oké? Okay? Ga nou alsjeblieft niet dan zeggen als zij verliest van, oh nee, ik betaal wel hoor, ik betaal wel voor je. Nee, wees geen pussy, zij verloren, zij betaalt. Dus dat is Jenga. Liefde is met je dronken kop Jenga spelen in de kroeg. Boeddha, 2018. En zoals beloofd, hier zie je de reviewkaart. En je moet natuurlijk ook wel weten wat zijn leuke dingen om te zeggen op jouw dates. Nou, check die hier uit en download je 19 voorbeeldzinnen. Dus check dat even uit. Dan kom je gelijkertijd trouwens op mijn nieuwsbrief en dan stuur ik je een dagelijkse datingtip. Dus dat is nog eens een bonus die je daarbij krijgt. Dus check het nu uit. Date idee 4. Deze is uitermate geschikt juist in de winter of in de herfst. Heel erg te gek daarvoor. En je kent vast wel de term kampvuurgesprekken. Je weet meteen wat ik bedoel. En als je niet weet wat ik bedoel, dan bedoel ik wel gewoon wat jij weet. En dat slaat helemaal nergens op, maar dat is de Traction Gym TV voor je. Maar logica, intelligentie over vrouwensieren samenkomt met mijn ontzettende bullshit praatjes. We hadden het over kampvuurgesprekken. Een kampvuur is altijd een soort van hypnotiserend. Weet je, je hebt het automatisch over diepere thema's, maar net zo goed geschikt voor een eerste date. Zo geschikt juist voor de winter en herfst, omdat je even een glühweintje erbij kan drinken. Ik heb nog nooit een kampvuurdate gehad die niet geweldig was. Dus wat wil je doen? Nou, niet naar een heel bos gaan natuurlijk om naar je kampvuurtje samen op te gaan zetten en een boete te krijgen van de boswachter. Nee, wat jij gaat doen is je zoekt gewoon een café op met daarin een open haard. En daar ga je bij zitten. Wees er vroeg bij, want die plekken zijn altijd als eerste weg. Plof jij daar neer op de bank en jij bent daar lekker vroeg. Bestel je drankjes en je hoeft niet eens van locatie te wijzigen nu. Dat is zo romantisch, zo prettig. Altijd een superleuke date, met name in de herfst of winter. Date idee 5. Een probleem dat veel mannen hebben is dat hun dates heel erg gaan over informatie uitwisselen, maar er wordt niks samen ervaren en er wordt niks gecreëerd. Nou, een manier om in ieder geval een gave ervaring op te doen is dat jij gaat naar een arcadehal. Super speels, weinig moeite en tegelijkertijd zorgt het wel voor een beetje een boost op de hartslagmeter. Wat je dan doet is, sowieso moet je air hockey spelen, dat is gewoon geweldig. Maak haar dan keihard in. Wees geen pussy die dan zegt van, oh nee, ik laat je wel winnen. Dude, ze is je date, niet je dochter van 8. Wet misschien weer om een biertje, hartstikke leuk. Daar heb je tegen elkaar gespeeld en daarna wil je ook met elkaar spelen. No pun intended. En dan kun je bijvoorbeeld zo'n zombie game spelen en samen zombies verrot gaan schieten. Dus dan ben je samen juist weer een team. Hartstikke leuke manier om samen wat te ervaren in plaats van alleen informatie uit te wisselen. Date idee 6. Wat je ziet bij mensen die heel goed bevriend zijn met elkaar is dat zij juist heel veel herinneringen samen ophalen. Kijk, en dat is, soms zit ik met mijn vrienden en is het echt zo'n half uur, drie kwartier, uur alleen maar herinneringen ophalen. En dat is dan altijd heel kut als er iemand is die er nog niet zo lang bij is. Want dan is hij echt zo van, oh ja, daar was ik niet bij. Oh ja, dit snap ik niet. Daar was ik niet bij. Dus herinneringen ophalen is heel natuurlijk gedrag voor mensen die elkaar goed kennen. Maar tijdens een eerste date bouw je meestal niet zoveel herinneringen op. Want je zit gewoon tegenover elkaar alcohol te consumeren. Dus wat je kan doen om meteen herinneringen te creëren, is dat je naar een spookslot gaat.
fucking leuk. Goed voor de hartslag, maar hier wil je niet echt 100 kilometer voor rijden naar de Efteling. Dat gaat iets te ver. Wat je kan doen is naar zo'n dungeon gaan, bijvoorbeeld de Amsterdam Dungeon. Soms heb je ook een spookslot gewoon wat tijdelijk een paar maanden in je stad is. Super leuk om te doen, zorgt gelijk voor herinneringen. Een hoge hartslag, origineel en je hebt gelijk gezamenlijke herinneringen. Date idee 7, en hier ga ik even alle credits voor opharken, want dat heb ik zelf bedacht. Maar dit wordt door iedereen tegenwoordig gejat en dat is toerist in eigen stad. Awesome, perfect. Hier kwam ik mee 8, 9, 10 jaar geleden, zoiets. Toen woon ik in Utrecht en in Utrecht heb je de Domtoren. En de Domtoren is een soort van betere versie van de Martini-toren in Groningen. Maar wat het natuurlijk altijd is met toeristische attracties in je eigen stad, niemand bezoekt ze ooit. Dus ik ging rondvragen aan mensen in Utrecht van, hey, wanneer is de laatste keer dat je de Dom hebt beklommen? En het antwoord was altijd, oh, nog nooit of al in geen 10, 15 jaar. Dus wat ik ging doen is gewoon één keer per jaar nam ik een vrouw mee de Domtoren op. Nou, in dit specifieke geval is dat natuurlijk best wel een beetje investering. Dus meestal was dat dan een tweede date. Maar hartstikke leuk, weet je. Je zoent haar dan bovenop de Dom. Super romantisch, origineel. Dus zoek uit in jouw buurt. Wat zijn de dingen die de toeristen doen? En doe hetzelfde. Volg het op. Ga het opzoeken en check het uit. En je zal merken dat je waarschijnlijk een heel leuk iets hebt. Tenzij je in Amsterdam woont en het is het achterhuis van Anne Frank. Dat is dan weer niet zo heel erg leuk. Maar los daarvan is dit een hartstikke tof idee. Probeer het gewoon uit. Date idee 8 alweer. En dat is leer haar iets. Dus misschien kun jij al een beetje salsa dansen. Misschien kun jij een of andere sport al goed. Als je haar iets kan leren, neem je haar meteen mee. Je leidt haar hartstikke mannelijk. Het is leuk voor haar. Je kan haar een beetje plagen als ze nog loopt te klungelen. En het is minder erg. Kijk, je ziet het heel goed in dans. Als een man loopt te klungelen en de vrouw gaat leiden, dat ziet er niet uit. Als de vrouw nog een beetje klungelt, maar de man leidt stevig, dan ziet dat er best goed uit. Dus daarom, leer haar iets. En hier zie je de reviewkaart. Date idee 9, en dat is bolderen. Wat is bolderen nou weer? Basically een grote steen opklimmen van maximaal 3 meter ongeveer. Dat is het. Moeilijk te masteren, maar gemakkelijk te leren. Na een paar keer dit doen kun je al enigszins bolderen, want ja, het is gewoon klimmen op een steen. En misschien denk je nou, ja, het is toch kut om een grote steen op te klimmen, maar alles is leuk met een lekker wijf naast je. Boeddha, 1802. Dus dat is bolderen voor je, simpel en origineel. Date idee 10, en dat is zorbing. Weer zo'n vaag woord, wat is dit nou weer? Zorbing kan het best beschreven worden als in een grote plastic bal van een heuvel aftieven. Dus als dat jouw definitie van romantisch is, dan moet je het zeker doen. Ja, dit is echt iets wat leuker is als het al je scharrel is of je vriendin of zo. Maar het is wel dusdanig grappig en origineel en het wekt een extreme hartslag op. Dat ik hem toch wel graag in het lijstje wou plaatsen. Dus dat is zorbing, alsjeblieft. Dat waren 10 date ideeën, maar een paar van de beste, die staan juist in dit artikel. Juist die je kan toepassen, ook als het regent, met slecht weer. Dingen waarmee je haar hartslag doet verhogen. Dus check die hier uit. Een paar van de beste staan daarin. Ram! Die like-knop er helemaal van af. Abonneer voor een grotere penis. Comment je eigen beste date-idee. Ik ben serieus benieuwd. Laat me weten. Wat was jouw beste, meest originele date? Laat het me weten in de comments. Ik lees ze. Ik zal ze reageren op sommige, niet op allemaal. Zo ben ik dan ook wel weer. En zie ik jou daar in dat artikel.